Yo, kijk zo'n Duffy Games. Leuk dat jullie kijken in deze nieuwe video van Huismaken met Guido, ding geval. Ik ben nog steeds niet hoe het heet. Die zin was zo standaard. Maar dat is wel zo. En jullie vonden het trollen leuk, dus dat gaan we vandaag weer doen. Nee, grapje. Ik troll jullie. Kijk, ik ben als enige online. Forever alone. Nee, er is nu niemand online, dus we gaan nu wel even serieus bezig met het zwembad. We gaan de muur afmaken. En dan gaan we de vullen met water natuurlijk. En... ik zoek hout. Ik heb hout nodig. Hout. En dat heb ik lekker weer niet zeker. Oh, de weer is ik gewoon opgemaakt met zijn troll signs. Maar goed, we hebben daarom een tree farm buiten. Dus die gaan we dan even omhakken. Tree farm moet trouwens ook een keer gaan veranderen. Want dit werkt niet. Ik moet ze een keer netjes gaan neerzetten. Dus dat moeten we ook nog gaan doen. En laat even in reacties achter wat jullie graag willen zien. Aangezien dan straks de zwembad. Het zwembad klaar is. Is dat weer zeg maar een projectje wat klaar is. De chessroom ga ik zelf nog een keer invullen zonder dat opgenomen wordt. Dat is gewoon niet boeiend. Maar laat me gewoon weten wat willen jullie graag zien. Wat er gemaakt moet worden of zowel in dit huis of daar of zo ergens. Het kan zijn dat ik niet eens naar de reacties kijk en dat ik gewoon bij van naar de video zeg van ja, dat ga ik maken en dat ga ik gewoon doen. Dan alvast sorry daarvoor. Maar alsnog, als het niet is gebeurd mensen, laat alsjeblieft wat achter wat ik kan gaan maken. Wat jullie misschien ook wel vet lijkt om te zien. Want ik denk dat ik een tutorial ga maken over hoe je zo'n roemershuis maakt. Aangezien ik daar toch wel veel vragen over heb gehad. Dat veel mensen toch zo hebben van hoe doe je dat? Wat voor materiaal heb je nodig? Dus daar zou ik binnenkort denk ik ook even een video over gaan maken. En wellicht gewoon op de king... Wat? Gaan we nou gewoon hebben of niet? Ja. Zijn ik gewoon op de kingdom zelf daar een video van te maken. Dat, voor mij vinden veel mensen dat wel leuk om te zien. Want het is op zich niet moeilijk. Alleen, je moet wel de materialen ervoor hebben. En that's it gewoon. Maar goed, we hebben eerst hout nodig. Want ik wou bij het zwembad de muren wou ik van hout gaan maken. En dan wou ik de dak. Wat heb ik toch met de? Dan wou ik het dak wou ik gaan maken gewoon van smooth stone ding geval. En dan vullen. Want als ik alles van smooth stone doe, wordt het zo vierkant. Vierkant. Maar het is vierkant. Ik bedoel, er wordt alles zo stenerig en... Dat is ook niet mooi. We hebben bijna stack wood al. Lol. We gaan lekker door met bomen hakken. Oké, okay, een stack wood. Zou dat genoeg zijn? Ja, dat zijn 4 stacks planks. Lol. Veel te veel. Oh, goeie. Oké. Okay. Wat? Geef me gewoon dat fucking stukje hout. Zo. Ha, van mij. Ha. Wacht even hoor. Dit ding heet de Bel van Roemas. Oké, daar staat ik in beeld. Kijk, Bel van Roemas. En dan pak ik mijn schep. Bel van Roemas. Ik weet niet wie die dingen heeft genoemd, maar... Die kan niet zo goed verschil zien tussen een bel en een schep. Wat ik misschien nog wel moet zeggen, voordat ik deze opname begon... kwam ik hier en ik denk, het gaat me niet weer gebeuren. Dus ik ging even kijken van... Goh, zou ik getrold zijn? Wat denken jullie? Ja hoor. Het schijnt dat, ik dacht dat Jerry het had gedaan, maar dit keer was het gewoon Dennis, de raadgever Dennis, die normaal altijd in livestreams trolt. Die vond het nodig om mij nu te gaan trollen, want die had al die trolls van Jerry gezien en die had zoiets van, dat kan ik ook. Dus wat had meneertje gedaan? Die had in het zwembad een glazen muur gezet. Dan de helft had hij gemaakt van lava en de andere helft had hij gemaakt van water. Dit keer was ik dus op tijd, dus ik zei ze van Dennis, oké, dit weghalen of zo, weet je wel. Want ik bedoel, ik kan zelf wel lava gaan weghalen, maar... Gewoon ontiegelijk irritant. En toen zei ik van... Hij zei wie het er gedaan. En ik zei ik denk Jerry. Zei hij nee, ik was het. En toen... Oh. Maar goed, wist ik veel. Maar ja, mensen vinden het leuk om mij te trollen. Dus ja. Dat was het verhaal. En nu is het verhaal het einde. Dus nu ga ik niks meer zeggen. Doei mensen. Ik vond het leuk met jullie. Nee, grapje. Grapje, grapje. Grapje. Maar dit is gewoon saai. Scheppen, dat is echt... Oh, dat is zo saai. Ben je gewoon eigenlijk aan het scheppen en je bent gewoon aan het scheppen, weet je? Dus je bent eigenlijk gewoon aan het scheppen, maar tegelijkertijd ben je ook eigenlijk aan het scheppen. Waardoor je dus aan het scheppen bent, maar eigenlijk wil je helemaal niet scheppen, want je wil eigenlijk gewoon leuke dingen doen. En scheppen valt daar niet onder. Oh, een houtplaats is ook fucking saai, want eigenlijk wil je gewoon steen plaatsen, maar ja, je moet hout plaatsen. Het is nu veel te donker. Hoppatee. Bijna klaar met hout plaatsen, mensen, bijna. Zo. Ik heb zin om zo echt zo'n reusachtige villa te maken ofzo. Maar ja,
daar heb ik de supplies helemaal niet eens voor. Dan moet ik zoveel supplies gaan halen. Oh shit. Ik stuk mezelf hier. Oh shit. Oh. Oh, oh, oh. Dat gaat niet helemaal goed. Oh, dat ging ook niet goed. Kom. En daar. Waar is die fucking torch hier? Zo, zo. En hoppatee. En dan moet dit er nog even uit. En dan zijn. Oh shit. Zijn de muren klaar? Dan moeten we alleen nog emmertjes water halen. Kennen we het liedje nog? Ik niet. En zo. Je weet het ook zo vaak als je dan zo'n blokje plaatst, dat je dan mis gaat plaatsen, dat dan ook gewoon alles misgaat. Oké, even kijken hoor. Alles is nu verder van. Nee, daar nog niet. Ja, vieze puile scumbag dirt. Oké, nu moet het dak. En nu denken jullie vast. Oh nee, dan moet hij nog gaan smelten. Kom op zeg. Op het 2. Crafting table. Hoor die muziek. Kan ik überhaupt wel bij het dak gewoon als ik. Nee, ze instaan niet natuurlijk. Oké, dan zit obsidian. Kijk, hier kan ik dus niet meer bij. Toweren. En nee, nog meer. Dan moet ik het dak gaan scheppen. Maar zo raar dat het. Dat de deur is gewoon. Modder eigenlijk. Iets van zand, modder, ding geval. Een deur is eigenlijk ook gewoon modder, zand. Alleen je hebt ook nog zandbloks. Gewoon echt zand, zand. Maar deur zou ik... Laat maar. Ik moet ook niet s'nachts opnemen. Dan krijg je dit soort rare dingen. Oh, ik kan daar niet bij. Maar hier lekker wel. Zo, 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 zo. What the fuck? I think we got a problem in Houston. Even kijken. Oh. Oh. En hebben we hier naartoe? Oh, oh, oh. Het is gewoon buiten de muur. Serieus. What the fuck is hier aan de hand? Oké. Gaan we dit gewoon even op deze manier zo doen. En dan hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Nog nooit meegemaakt dit, maar goed. Dat kan ook alleen bij mij gebeuren, dit soort dingen, joh. Dit is, ja. Dus daar moet je speciale gaven voor hebben als je dat soort dingen wil laten gebeuren. Wacht, ik ben daar nog helemaal niet geweest. Scheppen! Ik kan elke keer niet bij het hoekje. Nou, ik kan ook niet eens daar helemaal plaatsen, ja. Oh, trouwens mensen, we hebben ook bijna 3.000 subs, hè. Dat is een nieuw record voor mij op YouTube. Denken jullie wat? Een nieuw record? Hoe dan? Wat? Help, 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 vertel. Nou, het andere kanaal wat we hadden. Hadden wij 2987 sub volgens mij. Dus als ik de 3.000 haal. Dan heb ik gewoon een nieuw record voor mezelf te pakken. En dat is natuurlijk wel super vet. Als dat gaat lukken. Binnenkort. Dus daarom vraag ik jullie nu, alsjeblieft mensen. Zouden jullie voor één keer deze video allemaal willen delen? Want ik vraag het nooit om te delen, maar zou je het een keer willen doen? Deze video met z'n allen delen. En gewoon eens een keer naar je vrienden sturen van, hey, check deze gozer, misschien vind je hem wel leuk. En anders abonneer even op hem, weet je wel? Daar helpen jullie mij mee. Want als ik de 3.000 haal, oh, dan heb ik een nieuw record. Dat is dik spannend. En leuk, dus. Mensen, zullen jullie dat voor mij willen doen? Pas wel, toch? En als je het dan hebt gedaan, een groen duimpje aan klikken. Dan help je mij daar ook weer mee. Dan heb je, kijk, dan kunnen jullie zeg maar mij 2 keer helpen in 1 video. Dat is toch gewoon, ja, dat willen jullie, dat weet ik. Dat is gewoon heel simpel, gewoon even het linkje kopiëren. Dan gewoon eventjes op delen klikken ergens of even sturen via Skype niet meer van, hey, check deze. Of via Twitter van, hey, kijk deze video. Op Twitter kan je mij er ook aan linken, dan kan ik zien dat je het doet. En, misschien krijg je wel een shout-out in de video of zo, wie weet. Als je dat wilt doen, zou super vet zijn. Ik heb nu al lang genoeg geluld, ik ga een slokje drinken nemen. Ice tea. Nee, het zwembad vullen, dat ga ik jullie besparen. Ik heb wel lekker met jullie gepraat. De muren zijn af. Het dak is af. Het zwembad vullen, dat is de volgende keer gewoon lekker gevuld tot de rand. Dan ga ik jullie niet meer opzadelen, dat is gewoon te saai.
Dus laat vast in de comments achter wat ik moet gaan doen in de volgende aflevering. Als dat niet gebeurt in de volgende aflevering, dan heb ik zoiets van, oké, ik ga nu iets doen wat ik zelf wil doen, wat ik in één keer bedenk. Sowieso wordt er een treeform veranderd associeerd. Dus mensen, genoeg informatie volgens mij. Bedankt voor het kijken. Vergeet gewoon een duimpje aan te klikken. Vergeet niet op abonneren te klikken als je niet hebt gedaan. Vergeet deze video een keer niet te delen. Daar help je mij enorm mee. Bijna 3K subs mensen. En voor mij zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Later.